Feitse en Hendrik Bijmholt. Twee vredig samenwonende broers in het Drentse dorpje Heiken. Hun vader en moeder overleden in dit huis. Hun broers en zusters verlieten het om te trouwen. Zij bleven achter. Feitse de prater en Hendrik de luisteraar. U praat ook met beesten, hè? Ja, ik heb het geluk dat de beesten, daar heb ik gewoon contact mee. Zo is het gebeurd voor een jaar of 5 of zo. Toen zaten Hendrik en ik en nog een man, Harm Fransen van Emmen, die woont ook in Emmen. Het was daar een hele koppel spreeuwen. Duizenden en duizenden, er zat een valk tussen. En toen is, toen zeg ik, maak dat je wegkomt. En onmiddellijk op hetzelfde moment vloog die valk weg. En wat gebeurde toen? Toen kwamen al die duizenden spreeuwen, die kwamen hier naartoe. En toen, wij bleven gewoon zitten. En toen gaven zij een serenade voor ons. Ze bleven gewoon. Verder kwamen ze niet. Dat is de zuiverste waarde. Is die waar, Hendrik? Ja, naar serenade brachten ze hier bomen. Ja, en hoe deden ze dat dan, die serenade brengen? Zo, alles. Kwetten. En duizenden. En ze kwamen niet verder, Ogenblik, hè. Maar misschien wel 2 minuten. Ja, ze kwamen niet verder. Alle mensen, zoveel als ze zijn, hè, hier in Nederland of in België, waar het ook, die film komt. Laat ze dit maar van hem aannemen, willen ze contact hebben met de dier, dan moesten ze haar stem veranderen. Dan moesten ze zo komen. Ja, maar ze lieve jongen! Dan voelen zij, dat is een kameraad, dat is een kameraadje van ons. Ja, maar ze lieve jongens! Dus ze doet niks, er is geen ander die wat doet. Wij houden van alles wat leeft. Ja. Van vliegen ook? Dat is ook eigenaardig. Hey, dat is ook niet te geloven. Wij hebben zomers 10 vliegen. 10? 10. Die mogen ook weten. Precies 10. Wij slaan ook nooit in dood. Nooit. Wij hebben bij ons geen vliegen, maar bro, dat doen we niet. Oh, nee. Maar dan gebeurt het wel eens dat die vliegen familie krijgen. Grootvader of grootmoeder, die komt ook even te kijken. En, of een buurman. En ze gaan de zaak weer langs. Dan is er weer 1 of 2 te veel. Hij is altijd bij ons wel een glier, een gleuf. Vooruit, daaruit. 10, dat is ons getal. 10 en 5. Dus 10 vliegen en niet meer? En niet meer. We staan nooit vliegen dood. Ja, nooit. Nee, want wij zijn, als die een vlieg doodslaan, hè? Ja. Dan komt zo'n begrafenis, zeg maar, hè? Die handen. Ja. Wat komt op die reuk. Tegenaan op die reuk, zeg maar, hè? Dan kon ik veel meer vrienden. Ja. Waarom 10? Ja, dat is ja, 10 jaar. Dat is 10 is volmaakt. 10 is volmaakt. Wil ik nog wel even een wonder vertellen. Kan dat? Dat gaat nog even niet over de dieren. Kan dat? Dat doen we dan. Het is jaren geleden kwamen hier de mensen, die kwamen hier en als ze dan de bos doorgelopen waren, dan zeiden ze het is net als een paradijsje. En de jaren die gingen verder, toen kwam er één wonderboom, die. En voor een jaar of 3 geleden, toen liep ik daar een keer door aan die boom toe en toen keek ik daar naartoe en wat stond bovenin die boom het volledige kruis. Ik zeg bij mezelf, dat wil ik mijn broer Hendrik ook eens even zien aan. Hendrik, mijn jongen, ik zie wat bijzonders aan die boom. Hendrik mee, dan ga ik daar ook zeer staan. Ik zeg, zie je nou ook wat bijzonders aan die boom? Ja, hij zegt, het kruis. Dit ding had het zelf zo gemaakt. God, mag ik wel zeggen, de schepper die had het zelf zo gemaakt. Ja.
En dat kruis, dat heeft er misschien een 14 dagen gestaan, volledig. Volledig, helemaal volledig. En nou is dat niet meer, maar ik heb verschillende mensen gezegd. En daarom is het de wonderboom. Ja. Dit is de periboom. Feitse zet de knoppen in de slaolie. Dat wordt een prima zalfje voor snijwonden. Heeft u nog meer van dat soort middeltjes? Ja, ik heb middeltjes genoeg. Mijn eigen moeder was het. Die had altijd zo'n last van reumatiek. En toen op morgen, ze kon niet zitten, ze kon niet staan. Ik zei, moeder, ik ging even naar achter toe. En zoveel gewoon water in een koppie. Gewoon water. Ik zeg, drink dit op. Dan zal binnen de 10 minuten zal je hevige pijn geleden wezen. En vanavond voordat het 6 uur kun je lopen waar je wil. Binnen de 10 minuten was het hevige pijn geleden. En verder voor het 6 uur keer er niks meer. Hoe kan dat dan? Ieder mens bezit kracht. En als de waarachtige mens iets zegt tegen iemand, dat is positief. En ik geloof dat, dan zal hij daar ook door genezen worden. Door dat geloof, alleen door dat geloof. Niet door hand opleggen of zo wat. Nee. Ja, zo zijn er zoveel van die dingen. Over reumatiek gesproken, hè, en over hernia en over reuma. Dat zijn er juist zoveel van. Maar wat komt daarvan? Ze liggen niet meer warm. Maar bedstee zou nog veel meer willen, ja. Geen reumatiek? Nee, wij hebben geen reumatiek, nee hoor. Maar u heeft een bedstee? Ja, we hebben bedstee, ja, zeker, ja hoor. Rijke mensen zijn en wij. 7 bedden beslapen wij. 6 van stro, maar dat 7 is ook zo. Wij woonden hier vanaf 23 november 1923, ja. Het is eigenlijk weinig veranderd. Wij hebben geen elektrisch, we hebben geen waterleiding en we hebben geen gas. En zou ik zeggen, waarom is dat zo? Want dat heeft zijn oorsprong. Toen wij met z'n drieën nog samen woonden met moedertje. Toen zei moedertje altijd, toen de waterleiding kwam, wij nemen toch geen waterleiding, we hebben mooi helder water. Ja, zeker, dat hebben wij. Toen kwam die elektriciteit. Wij willen geen elektrisch hebben, jongens, want dat is veel te gevaarlijk. Ja. Toen kwam het gas. Wij willen geen gas hebben. Dat willen we niet, dat is veel te gevaarlijk. We hebben kachels, we hebben lamp, we hebben alles, ja. Dat is ook zo, moeder. Waarom heeft u het uiteindelijk niet genomen toen uw moeder overleden was? Omdat zouden wij woordbreuk doen. Omdat wij gezegd hebben dat dat en dat en dat, we neemt het niet. En als we het wel gedaan hadden, dan had het misschien het geweten van mij en of van Hendrik ook gezegd, ja, het is nog wel mooi, maar wij hebben moeders zijn belofte niet volbracht. En als we het nou wel genomen hadden, dan had moedertje niet rust kunnen. In 1923, toen het gezin Bijmholt hier kwam wonen, was dit allemaal nog heideveld. Vader Bijmholt en zijn 4 zoons hebben het bloederend ontgonnen. Voor iets anders dan werken was er geen tijd en geen geld. Dat had Feitse al ondervonden toen hij met een goed rapport de lagere school verliet. Hij moest tot zijn spijt meteen op het land aan de slag. Dan heb ik wel eens op het land geweest bij alleen. Hè. Dan liep me de tranen over de wangen. Zo graag zou ik doorgeleerd hebben. Las u thuis veel in boeken? Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, ik moest het stelen. Stelen? Stelen. Als mijn vader er niet was, dan las ik. Maar als vader thuis was, die wou er niks van weten. Oh, al die in een rottige boek te kijken. Oh, dat is ja niks. Nee. Hij moest praten over
Ja, koetjes en kalfjes en land en zo, ja. Heeft u later nog wel eens geprobeerd om iets te leren? Jawel, ja. Ik heb van allerlei talen in huis. Die moet ik zo kunnen leren. Welke talen? Ik heb talen in huis zonder platen. Ook wel met platen, maar zonder platen heb ik Frans, Duits, Engels, Italisch, Zweeds, Maleis, Russisch. Dat heeft u allemaal in huis? Ja, voelt u wel. Die geest die in mij zit, voel je dat wel? Dat is niet alleen hier in Oranje, maar die geest die gaat veel verder. Maar ik ben er niet aan toegekomen. Geen tijd. Feitse was een buitenbeentje. En al vond hij geen tijd om te leren, hij vond het later wel om te schrijven. In een schoolschrift schreef hij zijn gedachten neer over het leven en de dood. Gedachten die hem werden ingegeven door visioenen. Alles wat leeft, heeft een ziel. De ziel is een straaltje licht van het grote licht dat wij God noemen. De schepper laat die elektronische magnetische stralen door het heelal gaan. De stralen kunnen dan door een vorm van leven worden aangetrokken en geboren worden als mens, dier of plant. Feitse's schrift werd zelfs een boekje, De Nieuwe Dag in Gouden Glans. Daarin beschrijft hij ook een visioen dat hem terugvoerde naar zijn vorige leven. U herinnert zich een vorige leven? Vorige leven, ja. Waar leefde u toen? In Frederiksoord. In dat huis dat er nog staat. Hoe heet dat huis? Gesticht van Liefdadigheid. Is het nu? Is het nu. En daar heeft u in een vorige leven gewoond? Daar heb ik mijn vorige leven gewoond. Van 1805 tot 1811. Ja. Een prachtig mooi wit huis. Met trap naar treden omhoog. Maar en ja, daar woonde u met een moeder? Ja. Ja. En dat stond er in de kamer? Weet u daar nog iets van? Weinig. Weinig alleen. Een mooie tafel. Moeder staat daar en ik zat hier. Gezellig. Heel gezellig bij elkaar. Zij had alle beelden die er waren, Paulus en Petrus en de crucifix, alles had ze daar voor het raam staan. En rijk? Was u rijk toen? Ja, we waren rijk. En dan weet ik ook nog bij het herinneren van mijn voorbestaan, dat daarachter hij de koetshuis, daar heb ik een grave skop weggehaald, een skop. Want wij hadden een stuk land, er zaten wat bloemen, die wou ik eruit hebben. Ik hoefde anders niks te doen, maar die wou ik eruit hebben. En ik doe het hek nog los. Ik doe het hek weer dicht. Het is een stuk land van anderhalf hectare wel. En ik loop halfweg, maps. Dood. U viel dood? Wel dood. Ik heb nog even gekeken, zo. En toen was het ook voorbij. En toen zag ik de zon heel anders als ik nou zie. Want kijk, ik was elektrisch, magnetisch, onsterfelijk. Dat is iedere mens zo. Ieder mens is elektrisch, magnetisch, onsterfelijk. Toen u dood was, is dus uw ziel op weg gegaan? Op weg gegaan. En volgens Gods plan, toen kwam ik, versmelde terecht. Toen zag ik daar een bos. Dan kom ik achter in de bos. En er is een mooi vrouwtje die is daar aan het hout sprokkelen voor de kachel. En dat vrouwtje, mijn moeder, was zwanger. Die had voldoende staal bij zich om mijn elektrisch-magnetische ziel, voel, het is makkelijk genoeg te vallen, vloep, heerlijk warm. Oh, behagelijk warm. Ik kan me nog aan de dag van gisteren herinneren. Zo behagelijk. Dus uw elektromagnetische ziel, zoals u het noemt, ja, werd aangetrokken door die zwangere vrouw? Door die zwangere vrouw. En dat was uw moeder? Dat was mijn moeder. Dat werd uw moeder? Ja. Ik was dan in de moederbuik. En toen ik geboren werd, dat was op 10 augustus 1902.
Toen ik een uur geboren was, toen lag ik al ingepakt als een krentenbrood. Dus de beentjes en alles, daar was voor zo hoor. Ja. Ja. En toen keek ik zo van bed af. Mijn vader zat in een blauwe kiel bij deze tafel. En dan zegt moeder tegen mij, Veetse, dan moet je mooi stil wezen, mijn jongen, want wij kregen visite. Twee vrouwen komen. Ja. En dan komen die vrouwen komen om 2 uur en ik lig achter zo'n riet, waagding van riet. En tel de laatste, zeg ik, nou, dan moeten we kleine Veetse ook nog even zien. En dat is ook zuiver waar. Ik denk, daar lig ik nou, als grote kiel. Nou komt er nog even. Die gedachte van die grote kiel, hij nog enige, in de zit nog even. Ik denk, daar lig ik nou, als grote kiel. En ik was zo kom. Want ik schaamde mij dat ik in de weg lag, want ik was al zo groot. Ja, die geest zat er toen in, ja. U dacht nog aan uw vorige leven? Ah, ja. Toen u groot was? Toen u groot was. Oh, een flinke jongen, dat hoor ik wel dat ze zijn. Flinke jongen, ja. Ja, dat klopt ook wel dan. Ja, 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 nou, ja. Ja, dat wat... heeft u zich allemaal herinnerd? Dat heb ik mij allemaal herinnerd. Bent u bang voor de dood? Wel, nee, helemaal niet. Ook alweer omdat ik het van mijn vorig leven weet... dat de dood niet bestaat, zo goed als ik het toen heb meegemaakt. Zo goed weet ik nu ook dat het precies hetzelfde is. Het is gewoon scheiden, ja. Wat hij ook moet achterlaten, het is Veetse's vaste overtuiging en ondervinding... dat een mens zijn talenten meeneemt naar een volgend leven. Ik was toen in de eerste klas... en toen moest ik een letterplankje leggen. A, nood, mis, juk, ja, wil, al zo wat meer, hè. Nou, ik kreeg dat doosje, dat kreeg ik in hand. Ik legde ze maar zo. Het was maar één, was klaar. Want het was voor mij een herhaling. En nu verwacht u in uw volgende leven dat u uw talenten weer meeneemt... en dat u het verder zal brengen? Volgende leven, dan verwacht ik wat ik nou verwacht had. En wat ik nou verlangd heb. Dat u eindelijk kan doorleren. Dat ik dan door kan leren. Dat ik op zijn minst een leraar word. En als ik er dan één uit zou mogen kiezen, dat was dan Duits. Want dat is voor mij heel gemakkelijk, Duits. Ja. Ja. Er staat ook in de schrift, wij moeten 100% leven. Wat is 100% leven? 100% dat is. Kind. 100% nee, dat is positief. Positief. Goedemorgen, buurman. Ja, het is vandaag een beetje beter dan gisteren, hè? Zie. Zo, dat is positief. Ja. Geen leuk, geen bedrag, dat is positief. En nooit met de kop op de grond. Nooit rechtop. Maar kijk maar, als het barre wit is, zoals bij ons, dan kunnen we hier genoeg zien, hè? Wij hebben daar een strenge winter gehad, hè, dat die arme vogels niks hadden verdiend, allemaal sneeuw. Hè. Maar toch ging ze morgens, 's ochtends, jubelend aan de arbeid. Laten wij daar een voorbeeld aan nemen. Nog, want die vogels, wij wonen ook jubelend de dag te beginnen. Ja. Zingend ook? Zingend ook, ja. Zodra ze een mens van bed komt... Hij wil goed wel de broek aan, of de jurk aan. Of is het geen lied? Als die damp er maar uit gaat. Ja, staat hij, maar ik kan helemaal niet. Het geeft niks, dan kom je maar zo. Het gaat maar op die damp die de machine vergaard heeft. Zie? En zo hoor je dat eruit is. Ja, dan zie je alles weer. Veel mooier. Maar hou je die damp bij je? Ja. Ja, zo zie je, dat is zo stomme. Ja. Dus je moet de damp eruit zingen? De damp moet eruit. De kwade damp? Die machinedamp. Want de mens is een machine. Ja, dan moet ik gewoon uit. Minuut of drie is genoeg. Ja. Minuut of drie zingen? Ja.
Ja, hij mag, als hij geen aardigheid aan zingen, dan wel. Mag hij ook doen? Mag, hè? Als het er maar uitgaat. Als ik de waarheid zeg, en dat wil ik zeggen, wij kregen niet eerder de volle vrede met elkaar als wij de schepper herdenken en in de schepper geloven. Met al zijn pracht, kijk maar eens rond, hoe alles vernuftig in elkaar is. Hij stak eens Poes op. Poes, die heeft niet het oor of zij. En ik heb niet de neus hier bij het been zitten. Daar is een maker. Er is een maker die dat gemaakt heeft. Daar kunnen wij niet bij. De schepper, die krijgt de macht. Het militarisme kletst in elkaar over de hele wereld. Nergens geen militarisme meer. Gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren. Dat gaat misschien heel gauw gebeuren. Want wij moeten de vredesbeweging niet uit de oogvlakken. Oh, denk erom. Ze kunnen ervan zeggen wat ze willen, maar die werken door. Sla ik even een stukje van de Bijbel op. Daar staat, daar zegt Jezus tegen Johannes. Jongen, gooi neer dat zwaard, steek dat zwaard toch in de schede. Want ik zeg u, wie het zwaard hanteert, zal door het zwaard vergaan. En dan wil ik er dit maar mee zeggen. De mensen die geloven wel, ze lezen wel in de Bijbel, maar ze lopen eroverheen dat zij willen niet erkennen dat wij broeders en zusters zijn, niet van een dorp, maar dat wij broeders en zusters zijn voor de hele wereld. Jezus die wil dat niet, die wil hebben, wij zullen vredelievende mensen zijn. En hoe kan een mens nou iemand doen die nooit gezien heeft? Ja, soldaat betekent bederf. Alles wat soldaat is, is uiteindelijk bederf. En dan moet ik even denken aan die moeders die dat kleine zoontje opbrengen. Moet dat zoontje nou als je later groot is? Waar zijn ze? Ja. Moet nou later dat zoontje groot worden. Moet die nou als kanonnenvlees opgegroeid worden? De moeders van heel Nederland, die moeten in één keer zeggen, net zo goed als we nou de vredesbeweging hebben. Die moeten zeggen, sluit u aan, weg met het hele militarisme. Ja, dat zeg ik. Het mooiste lied, wat ooit gezongen is, zal opklinken over velden en wegen. Uit huizen en over de daken. Het lang. Verbeide lied in jubel. Vrede op de ganse aarde. En in de alle mensen een welbehagen. Wereldvrede. Dan is er de nieuwe dag. In gouden glans.